We staan hier op de Zernike Campus voor de Duizenbergvijver. En deze Duizenbergvijver die wordt getransformeerd door een prettig leefgebied. Eigenlijk de hele Zernikelaan is vernieuwd voor de verbetering van de leefomgeving en de verkeersveiligheid. En specifiek hier zie je dat de vijver voor een deel wordt overlegd met een soort stijger. Dus een houten planken om op te verblijven. Doordat de corona opkwam zijn er minder mensen hier aanwezig geweest op de campus. Hè, eigenlijk zoals in het hele land. Normaal zijn hier circa 40 fietsbewegingen per dag, 40.000. Dat was nu verrassend minder, waardoor bepaalde werkzaamheden naar voren getrokken konden worden. Wij staan op dit moment op het Zernikeplein. Dat is eigenlijk echt het middenpunt van de hele Zernikelaan. En hier heeft ook de focus de afgelopen maanden op gelegen. Wat je ziet is dat er is een andere kleur weg ingelegd. Al het asfalt op de hele Zernikelaan is vervangen. Je ziet ook de fietsers die hier achter rijden. Dat is nu shared space, dus het is samen met de bussen die voorbij komen en voetgangers die hier oversteken, dan zie je één lijn daarin. Je ziet aan de overkant, daar was een vijver, die is deels gedempt. En er zal een tribune komen die in verbinding staat ook met het Willem-Alexander Sportcentrum. Daarbij komt ook nog een sportveld, een pannakooi, waardoor je ook de activiteiten meer buiten zichtbaar maakt. Wat ook weer ten goede komt van de levendigheid. De planvorming van de hele Zernikelaan heeft natuurlijk heel lang geduurd, jaren. Daar is een heel mooi plan voor gemaakt. Eigenlijk de echte werkzaamheden fysiek op de campus zijn vorig jaar gestart. Die zijn ook gestart bij de Ringweg, dus waar je ook de verkeerslichten ziet. Daar zat de druk vorige zomer op, omdat dan er minder verkeer aanwezig is. Deze zomer lag het dus op dit punt, omdat het volledig even eruit lag. Volgend jaar zal met name ook de noordkant, de busknoopverbinding, plaatsvinden. Er zullen nog 200 bomen geplant gaan worden de parkachtige omgeving verder ingericht. We zijn tevreden met hoe het tot nu toe is gegaan. Gezien de hoeveelheid studenten en medewerkers hier op de campus is het best wel een enorme opgave om dat goed gestructureerd en georganiseerd te doen. Maar dat is goed gegaan. Dit jaar hadden we daarbij natuurlijk vanwege de druk iets voordeel dat het iets minder druk was, waardoor de aannemer ook zaken naar voren kon trekken. Als we kijken naar het totaalbeeld, er moet nog wel wat gebeuren. Maar we zijn blij ook met het eindresultaat. De campus is volop in ontwikkeling als je kijkt wat er nog gebouwd gaat worden. En voor de campusbewoner die hier dagelijks verkeert, is dat echt een aanwinst om trots op te zijn.